Saoedi-Arabië stelt 1 miljoen Amerikaanse dollars beschikbaar voor Suriname om onder andere openbare scholen te renoveren. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken zei gisteren op een persconferentie dat het gebaar van Saoedi-Arabië een uiting is van de erkenning die Suriname nu geniet. Dat is het begin, maar met 1 miljoen kunnen we toch een aantal scholen renoveren. Dat is in concrete zin. En zo zijn er ook andere gesprekken gaande, zoals met de Caribbean Development Fund, een project dat vanwege het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is opgezet met betrekking tot energievoorziening in het binnenland. Hier gaat het niet om een schenking, alhoewel een klein deel van het bedrag wel een schenking is. Maar het gaat om een lening van ongeveer 10 miljoen US dollars. Ramdin had het verder ook over een lening door het Caribisch Ontwikkelingsfonds. Dit geld zal Suriname moeten ondersteunen bij de productie van hernieuwbare energie in het achterland. Dus dat is één concreet voordeel van de gesprekken die zijn geweest. Wederom, het ministerie van Buitenlandse Zaken is in deze ondersteunend, faciliterend, doet deuren open. Ik ben blij ook te melden dat Suriname het voorzitterschap van ACS voor een jaar zal bekleden. De Executive Council, Executieve Raad van ACS. ACS is de associatie van Caribische staten, 25 landen die allemaal aan de Caribische Zee grenzen. En we zijn ook als vicevoorzitter van de 78e sessie van de AVVN gekozen. AVVN is de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering. We zijn ook in diezelfde periode gekozen als lid van ECOSOC, als een van, meen ik, de 18 landen die in ECOSOC zitten, waar globale problemen, belangrijke issues besproken zullen worden. Over Surinames zichtbaarheid op het wereldtoneel verwijst minister Ramdin naar de verkiezing van twee Surinaamse vertegenwoordigers. In de persoon van Gloria de Mees als commissaris van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten en Erik Rutsch als lid van het Inter-American Juridical Committee.